Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Hieronder aan de video kun je me een bedankje sturen als je dat graag zou willen. Er staat een button onderaan de video en klik daarop en dat wijst vanzelf de weg. Werkt het nou niet via YouTube om mij een bedankje te sturen, dan kan dat natuurlijk ook in een link die ik in de reacties heb gezet of in de beschrijving van de video. Nou, lieve mensen, ik wil jullie echt enorm bedanken voor al jullie bedankjes. En de liefde die jullie me geven en de liefde die ik ook aan jullie kan geven. En dat jullie daarvoor openstaan en dat jullie dat waarderen allemaal wat ik doe. En geeft me enorm veel energie. En ik ben super blij om dat ik dit mag voorlezen. Dus nou, lieve mensen, ik ben gebleven bij redenvoering 13. Van dit prachtige boek, het werkboek van Saint-Germain. Nou, we gaan beginnen. Saint-Germain, 14 november 1932. Aanroeping. Koninklijke tegenwoordigheid. Oneindige schepper van al wat bestaat. Grote ik ben. U bent zichtbaar en onzichtbaar. Geopenbaard en niet geopenbaard. Wij verheugen ons in uw grote en machtige tegenwoordigheid. Wij zijn verblijd omdat u ons bewust maakte van uw grenzeloze macht, uw oneindige intelligentie en uw eeuwigdurende jeugd en schoonheid. Wij loven en danken u dat wij ons zo bewust zijn geworden van uw grote rijkdom en uw grote overvloed. Wij voelen dit als een machtige stroom die door onze handen stroomt om te gebruiken. Machtige, onuitputtelijke bron, onophoudelijke stroom, u hebt ons bewust gemaakt. Ik ben de machtkracht van precipitatie. Dus alles wat je kan manifesteren. Wij buigen voor u in aanbidding en een volledige aanvaarding van uw machtige tegenwoordigheid en kracht. Ik groet u vanwege de grote heerschaar. Het grote licht van de verlichten wordt alsmaar krachtiger. Redenvoering. Ik ben de verrijzenis en het leven. Ik ben de energie die u bij elke handeling gebruikt. Ik ben het licht dat elke cel van uw wezen verlicht. Ik ben de intelligentie en de wijsheid die al uw inspanningen leidt. Ik ben de materie die overal zonder beperking aanwezig is en die u zonder enige beperking kunt gebruiken en vormgeven. Ik ben uw kracht, uw volmaakte begrip. Ik ben uw bekwaamheid om deze voortdurend toe te passen. Ik ben de waarheid die u nu volmaakte vrijheid schenkt. Ik ben de open deur naar het licht van God dat nooit faalt. Ik ben dankbaar dat ik ten volle ben binnengetreden in dit licht om dit volmaakte begrip te gebruiken. Ik ben uw zicht dat al het zichtbare en onzichtbare ziet. Ik ben uw gehoor dat luistert naar de klokken van de vrijheid die ik nu bezit. Ik ben uw bekwaamheid om de verrukkelijkste geuren waar te nemen die ik kan wensen. Ik ben de volkomenheid van alle volmaaktheid die ik ooit wens te verwezenlijken. Ik ben het volledige begrip
de kracht en het gebruik van al deze volmaaktheid. Ik ben de volledige openbaring en het gebruik van al de krachten van het wezen dat ik ben. Ik ben de liefde, de machtige, drijvende kracht achter elke handeling. Jongens, dit zijn magische spreuken, hè? We zijn iedere dag met woorden bezig met magie. Dus het is belangrijk dat we de juiste woorden gebruiken. Het aanroepen van onze ziel. Ik zou de studenten onder deze straling zeer vriendschappelijk willen waarschuwen op hun hoede te zijn voor elk gevoel, want in een oogwenk kan iemand jaloers worden op de vorderingen van een ander. Iedere student moet zich steeds herinneren dat hij hoe dan ook niets te maken heeft met de andere studenten, behalve te weten dat ik ben de goddelijke tegenwoordigheid die daar handelt. Het is voor een student hoogst vertragend en het is zelfs nooit toegestaan om de vooruitgang van iemand anders te betwijfelen en er zich vragen over te stellen. Iedere student moet begrijpen dat de harmonisering, de versnelling en de uitbreiding van zijn eigen denkvermogen en leefwereld zijn enige bekommernis moet zijn. Hoe sneller studenten begrijpen dat het enige gebod van de grote wet van hun wezen harmonie van denken en voelen is, hoe sneller volmaaktheid zal verwezenlijk worden. Dat is echt, hè, die jaloezie. Het kan zijn dat iemand jaloezie heeft, maar het kan ook zijn dat iemand de jaloezie van een ander voelt. Ja, en als jij iemand bent die dus jaloers is op een ander, dan heb je dus een tekort in jezelf. Je wil de ander daardoor vertragen, hè, want je bent jaloers. Je wil het dus belemmeren, hè, zijn voortgang. Of zijn schoonheid, of het rijkelijke, welvarende leven. En daardoor belemmer je alleen maar jezelf. Maar het kan ook zijn dat als jij iemand bent die het voelt dat andere mensen jaloers op je zijn, dan kan het zijn dat jij of je ziet het als een geschenk. Ja, dat je denkt van nou, dan doe ik het tenminste goed. Als andere mensen jaloers zijn. Maar je kan ook denken van ik ga me toch maar wat kleiner maken, want ik wil niet andere mensen hun ogen uitsteken. Dan ga jij jezelf dus laten belemmeren door die ander. Ja, want je mag zogenaamd niet rijk zijn. Ja, want dat is niet oké. Je mag zogenaamd niet heel mooi zijn. Hè? Want dat is niet oké, want dan is die ander allemaal jaloers. Hè? Want je mag zogenaamd niet een goed mens zijn. Want dan zijn anderen jaloers. Hè? Die het niet goed doen. Of die slecht en verbitterd zijn. Hè? Je mag zogenaamd niet al die liefde geven. Of blij zijn. Want die ander is niet blij. Die is jaloers. Ja? Die wil niet dat jij blij bent. Want diegene is ook niet blij. Dus dan ga je aanpassen aan de verdorvenheid van een ander. De schaarste van een ander. Waardoor jij dus medeleven krijgt. Hè? Dus dat ook wat in het boek staat. Hè? Let op voor medeleven. Dat je niet te veel medeleven gaat krijgen. Ga je meelijden. Ja? Medelijden is dat woord. En je belemmert je eigen vooruitgang. Dus sta altijd in je volheid. En je mag dan niet eens aan denken wat die ander voelt of denkt. Dat is niet jouw verantwoording. Ja, het is niet onze verantwoording ons aan te passen omdat anderen zich minder goed voelen. En je kan alleen maar iemand helpen. En het is mooi als iemand je benijdt, want dat is anders dan jaloezie. Benijden betekent ik zou dat ook graag willen. En goh, leer mij dat. Hoe doe je dat? Want ik wil dat ook. Dat is heel anders, want dan staat diegene open voor de vooruitgang of dat diegene dat ook graag wenst. In plaats van jaloers dat diegene jou wil belemmeren. Dus dit vind ik al hele mooie ook wat hierin gezegd wordt. Dus zo gauw studenten dit inzien en wanneer zij de ik ben tegenwoordigheid beginnen te gebruiken en harmonie en stilte van het ego bevelen, dan zullen ze ontdekken dat ze de volmaaktheid die ze zo vurig verlangen kunnen zien. Ja, dus ieder mens kan dit ontwikkelen. Niemand is apart van elkaar. We zijn niet anders dan een ander, ja. We hebben allemaal de kracht om dit te kunnen. Of je nou in een rolstoel zit, of je nou verlamd bent,
Of je nou één arm hebt of vijf benen hebt, ik zeg maar wat. Ja, maakt niet uit hoe je eruit ziet, wat voor ellende je op jezelf hebt afgeroepen in het verleden. We hebben allemaal de kracht om dit te kunnen volbrengen. Wanneer studenten en vrienden voor elkaar diepe, oprechte liefde voelen, die niet gebaseerd is op nieuwsgierigheid, dan is deze liefde de grootste zegenende en verheffende kracht. Dit is een maatstaf waaraan een student zich ten alle tijde kan meten en waardoor hij kan vaststellen welke kracht er werkzaam is. Oké, dus ook die nieuwsgierigheid, daar bedoelen ze dus mee dat je altijd iets ervoor terugverlangt. Hè? Dus je vindt iemand leuk omdat je nieuwsgierig bent naar hoe diegene leeft of hoe diegene in elkaar zit. En dus dan is het geen oprechte liefde meer. Hè? Dus dan wil je er iets voor terug. Wanneer iemand kritiek, nieuwsgierigheid of tweedrag voelt voor een persoon, een plaats, een omstandigheid of een zaak, dan is dit een duidelijk teken dat het ego handelt. Oké. De juiste houding hiertegenover is dit gevoel onmiddellijk te corrigeren. Iedereen, voornamelijk studenten, moet beseffen dat hij slechts één zaak te doen heeft, namelijk volmaaktheid in zichzelf voelen. Zien en zijn. Ik benadruk dit hier zo sterk omdat het ontzettend belangrijk is, want naarmate studenten dankzij hun inspanningen ongewone verwezenlijkingen beginnen te ervaren, leeft bij hen altijd eerst de suggestie: ik ben bekwaam om de wet beter toe te passen dan die andere persoon. Zelfs zonder dat ik het u zeg, weet u dat dit een vergissing is. Wanneer iemand langdurig de uitspraak ik ben gebruikt, zelfs als hij dit enkel vanuit zijn denken doet, dan voelt hij steeds dieper en dieper de overtuiging: ik ben alle zaken. Denk regelmatig na over de betekenis van deze twee wonderlijke woorden. Koppel het gebruik van deze twee woorden altijd aan de bevestiging. Wanneer ik zeg, ik ben, breng ik de grenzeloze kracht van God in beweging. Dus ik ben is dus een bevestiging, hè? Dus een bevel. Wanneer ik zeg, ik ben, breng ik de grenzeloze kracht van God in beweging. In alles waar ik de uitdrukking, ik ben, aan koppel. In het Bijbelse gezegde, voor Abraham was ik ben. Tegenwoordigt Abraham de materiële uitdrukking van het leven. En ik ben vertegenwoordigd het grondbeginsel van het leven, dat zich uitdrukt doorheen Abraham. Dus de volmaaktheid van het leven was er voor er ooit enige manifestatie was. Bijgevolg is het leven zonder begin en zonder einde. Beminde studenten, ik ben buitengewoon verheugd dat sommigen onder u de overtuiging van de koninklijke tegenwoordigheid ik ben, die u bent, zeer sterk aanvoelen. Doe uw uiterste best om kalmte en sereniteit te voelen en wanneer u het niet op een of andere manier kunt zien, sluit dan uw ogen en zie overal volmaaktheid. U zult steeds meer bewijs krijgen van de wonderlijke aanwezigheid van de waarheid. U zult dat wonderen, van alle wonderen, volbrachte wonderen, waarin u als kind leefde, horen, voelen, zien en ervaren. Er zijn geschriften met beschrijvingen en verklaringen over het gebruik van deze machtige ik ben tegenwoordigheid, ter uwer beschikking. U die vasthoudt aan de waarheid, zult deze zogenaamde wonderen op drie manieren beleven. U zult ze zien, horen en ervaren. Het zijn wonderen doordat u hun werking begrijpt. Want eens begrepen worden ze super eenvoudige waarheden die u steeds kunt toepassen. Met mijn eeuwenlange ervaring kan ik u enkel te aanmoediging zeggen dat mijn hart vervuld is van vreugde, omdat sommigen onder u op het punt staan de scepter van heerschappij te grijpen. Ga verder, mijn dappere mensen, aarzel niet, grijp uw scepter van heerschappij, het ego. Richt hem op, want ik ben de scepter, de onblusbare vlam, het verblindende licht, de volmaaktheid die u eens kende. Kom. Laat mij u stevig omhelzen, zodat daar waar er zo lang dualiteit was, slechts eenheid zal zijn. Met name ik ben. Ik ben de wetende
de handelende en de volmaaktheid die nu uitgedrukt wordt. Ik richt mij opnieuw tot diegenen die zo graag hun problemen willen opgelost zien. Er is slechts één tegenwoordigheid in het universum die eender welk probleem ooit kan of zal oplossen. Namelijk de Ik Ben tegenwoordigheid die alomtegenwoordig is. Beminden, laat mij in alle vriendelijkheid zeggen, het heeft geen zin dat u een probleem tracht op te lossen. Want waar er één probleem was, kunnen er een dozijn verschijnen. Als u echter weet dat het de perfecte houding is om binnen te treden, in de Ik Ben tegenwoordigheid, wetende dat deze de onbetwistbare oplosser is van elk probleem, dan zult u, zo zeker als ik het u zeg, alle problemen doen verdwijnen. Wanneer u voortdurend sereen en voldoende vastberadenheid leeft in de Ik Ben tegenwoordigheid, dan zult u de staat bereikt hebben waar geen problemen zijn, in plaats van vele problemen te krijgen wanneer er één opgelost is. Ik beveel de kracht in deze woorden iedereen die deze woorden hoort of leest, onmiddellijk de ware overtuiging in het juiste begrip te brengen. Zeg voor het brein: ik ben de bezieler van deze, mijn of uw hersenstructuur. Ik zorg ervoor dat ze ontwikkelt en de intelligente leiding ontvangt van de machtige innerlijke tegenwoordigheid. U moet weten dat u de kracht hebt om doorheen de Ik Ben tegenwoordigheid uw gedachten bewust te sturen in eender welke richting die u wilt. Niets bepaalt wat u zult doen, want u bent een vrij wezen met een vrije wil. Als u zich gedurende 6 weken bewust zou zijn van elke gedachte die door uw denken flitst, en wanneer u deze dan met volmaaktheid zou kwalificeren, dan zou u de meest verbazingwekkende resultaten zien. Zeg dikwijls: ik ben de innerlijke meester die al mijn gedachten leidt en beheerst in volledige Christusvolmaaktheid, zoals ik wens dat ze zouden zijn. Om anderen te zegenen en in het licht te zetten, wanneer u anderen zegent of hen in het licht visualiseert, dan heeft dit een dubbele uitwerking. Door dit te doen, bekomt men automatisch een zekere graad van bescherming. De gedachten, de eigenschappen van het licht en de zegeningen worden hoofdzakelijk in het bewustzijn van de zender opgenomen. En tegelijkertijd worden deze eigenschappen versterkt bij de persoon waarnaar men uitzendt. Neem het eeuwige standpunt in: ik ben wat ik wens te zijn. De Ik Ben tegenwoordigheid moet u altijd bewust gebruiken. Zelfs studenten beseffen zelden ten volle wat de Ik Ben tegenwoordigheid betekent. Slechts nu en dan is er iemand die de Ik Ben werkelijk begrijpt, behalve in de retraite plaatsen van de opgevaren meester. Jezus was de eerste die er de nadruk op legde in de stoffelijke wereld. Ik dring er ernstig op aan niet de minste aandacht te schenken aan het tijdselement. Manifestatie moet onmiddellijk gebeuren, wanneer u de Ik Ben tegenwoordigheid voldoende vrijheid geeft. Hou vol, leg u erop toe. Wees bewust en laat de Ik Ben tegenwoordigheid zich ontfermen over het tijdselement. Wanneer u een waarachtige verklaring uitspreekt en er trouw aan blijft, dan moet u ontvangen. De persoonlijkheid heeft uit zichzelf helemaal geen kracht. Het is zijn plicht te weten dat enkel de Ik Ben tegenwoordigheid handelt. Soms is de mens op zoek naar de tijd van verwezenlijking, zonder zich hiervan bewust te zijn. Ik kan u de overtuiging en het gevoel mededelen dat wanneer u beveelt als de Ik Ben tegenwoordigheid, de Almachtige God in actie treedt. Onthoud altijd dat wanneer u onderhandelt met mensen, u onderhandelt met de lagere persoonlijkheden. U hebt zowel het recht als de macht om stilte en gehoorzaamheid te bevelen. Het zij aan uw eigen persoonlijkheid, het zij aan die van iemand anders. Als u tot 10 telt voor u spreekt, dan kunt u elke plotselinge opwelling beheersen. Hiervoor bestaat er een machtige wet die de student enorm kan helpen. Wanneer er een plotselinge opwelling komt, dan is er een bevrijding
of een voorwaartse stroom van opgestapelde energie. Indien er boosheid is, dan wordt de energie onmiddellijk opgeladen met destructiviteit van een bepaalde aard. De macht van zelfbeheersing betekent: ik breng enkel de volmaaktheid van God voort. Dit zal elke onbeheerste opwelling waarmee iemand worstelt in goede banen leiden. Wanneer de student reeds uiting gaf aan iets onwenselijks, dan moet hij dit onmiddellijk bewust verteren. Het voortdurend zeggen God zegene dit tegen onbezielde zaken geeft een verbazingwekkend resultaat. De gemakkelijke manier om volmaaktheid te zien en te voelen is elke gedachte en elk gevoel die eigenschap toe te kennen, zodat deze uitgezonden worden met volmaaktheid. Wanneer er een opwelling is om iets te doen, kwalificeer deze dan onmiddellijk met volmaaktheid. Het verhaal van een locomotief in een klein stadje, de fluit is de waarschuwing. De ik ben is de besturing van de locomotief. De gewone mens denkt er niet aan kinderen te overrijden en te vermoorden. Nochtans laat hij in zijn gedachten, gevoelens en woorden verkeerde energie vrijkomen, die de hogere impulsen in anderen vermoordt. Heftig, hè? Indien uw persoonlijkheid niet beheerst en geleid wordt, dan heeft ze dezelfde eigenschappen als alle andere persoonlijkheden. Uw ik-ben-tegenwoordigheid is echt de volmaakte beheersing van uw persoonlijkheid. Het is echt consequent zijn, hè? Consequent zijn, beheersing, zelfbeheersing. Alleen al de woorden die we dus denken en uitspreken, is net zo erg als iemand overrijden. Dus het is echt niet normaal. We hebben helemaal niet geleerd om er de kapitein van te zijn. Ja? Om te heersen over onszelf. Er is niets tragischer in de wereld dan dat een persoon een beperkende gedachte heeft over een andere persoon. Een gedachte van onvolmaaktheid die naar een gevoelige persoon wordt uitgezonden. Beperkt deze persoon soms jarenlang. En zeer dikwijls zijn de gevolgen hiervan zeer tragisch. Ja, dus als we continu tegen iemand zeggen, je kan het niet, je bent niet goed genoeg, je bent lelijk, dus je beperkt hem continu in zijn zijn, dan kan iemand daar dus jarenlang last van hebben, omdat je als een guna of als een demon in zijn aura zit, ja, zijn of haar aura zit. En diegene die, omdat het de herhaling is, daarin kan gaan geloven. En ja, dat is dus echt ook dat jezelf in vergeven. En soms helpt het ook om daar met de ander over te praten, zodat je diegene ook letterlijk kan vertellen dat je vergeeft. Hè? Heel veel ouders doen dat bijvoorbeeld ook bij hun kinderen. Maar ook broers of zussen. Of schooljuffen en leraren, ja, waar kinderen veel komen. Opa's en oma's kunnen dat zeggen. Nou ja, heel veel mensen van buitenaf dus, waar je als kind veel verblijft. Als dat dus elke keer herhaald wordt, dat je dus niet goed genoeg bent, dat je maar een klein zielig eendje bent, dat je dik bent, dat je geen conditie hebt, dat je het nooit zal halen, dat je altijd maar je best moet doen, want het leven is hard. Ja, dat kan dus jarenlang bij iemand doorsudderen. Het zijn een soort van vloeken. Maar die vloeken zijn dus alleen werkzaam als we erin geloven. Ja? Dus houd het geloof op en gaan we in onszelf weer geloven, dan heb je de vloek verheven. Het grondbeginsel van energie en materie is hetzelfde. Materie heeft van nature energie in zich. Het hart van de materie is intelligentie. Er is niets tragischer in de wereld dan dat een persoon een beperkende gedachte heeft over een andere persoon. Een gedachte van onvolmaaktheid die naar een gevoelige persoon wordt uitgezonden, beperkt deze persoon soms jarenlang. En zeer dikwijls zijn de gevolgen hiervan zeer tragisch. Wij moeten allen aan iedereen volledige mentale vrijheid geven. Wanneer u spreekt over vrijheid voor uzelf, wees dan zeker dat u haar eerst aan alle anderen geeft. Mooi, als we zelf vrijheid willen, moeten we die ook aan alle anderen geven. Wanneer u iemand met iets wilt helpen, zeg dan het volgende. Ik ben daar de volmaakte manifestatie. Dit is echt de oplossing van de bevrijding van alle slavernij, jongens. Het grondbeginsel van energie en materie is hetzelfde. Materie heeft van nature energie in zich.
het hart van de materie is intelligente werking. Trilling is in zijn natuurlijke staat altijd zuiver. Trilling is energie in werking en moet altijd gekwalificeerd worden. De trilling in alle materie is de adem van God die handelt. Denk terwijl u ademt, ik ben de volmaakte energie van elke ademhaling die ik doe. Ik ben de zuivere atmosfeer van mijn leven. Neem de gewoonte aan uw leven voortdurend de eigenschap van volmaaktheid te schenken. In het verleden werd uw leven gevuld door de oude gewoonte om gedachten van volmaaktheid uit te zenden. Nu is het belangrijk dat u voortdurend zelfbewust uw leven vult met volmaaktheid. Wanneer u 's morgens opstaat, wees dan zelfbewust en zeg met gevoel: ik ben de tegenwoordigheid die vandaag mijn leven vult met volmaaktheid. Wees niet bezorgd over anderen. Neem het standpunt in. Ik ben de volmaaktheid die handelt doorheen iedere ambtenaar. En ik wil de ik ben kracht en werking in hen aanmoedigen. Zeg 's morgens eerst en vooral: ik schenk vandaag alles in mijn leven de eigenschap van volmaaktheid. Want ik ben volmaakt. Ik kwalificeer dit denkvermogen en dit lichaam met absolute volmaaktheid. En ik weiger iets anders te aanvaarden. Ik ben het wonder en ik ben de tegenwoordigheid die deze verwezenlijking afdwingt doorheen goddelijke liefde, wijsheid en kracht. Wanneer mensen komen en vragen stellen over bepaalde gebruik van de wet, begin uw verklaring dan steeds met: u bent een persoon met een vrije wil, maar ik voel het zo aan. Wat de ene persoon nodig heeft voor de ontwikkeling van het licht kan totaal verschillend zijn van datgene wat een andere persoon nodig heeft. U kunt zich niet ontwikkelen zolang u anderen beoordeelt. Dit is verstikkend voor uw eigen vooruitgang. Voor iedereen komt de tijd dat hij moet opstaan en zichzelf, zijn ego, onder ogen moet zien. Zeg dan het volgende: al wat nog onvolmaakt is in mij moet verdwijnen. Uw opbouwende verlangen is God in actie, die dit volbrengt. Ik ben de volwaardige openbaring en de volmaakte toepassing om te precipiteren wat ik verlang. Ik weet perfect wat te doen terwijl ik precipiteer. Zeg dikwijls: ik ben de precipiterende tegenwoordigheid van dit. Verlang niet, maar weet met rust en zekerheid. Wanneer u zich ervan bewust bent dat de ik ben handelt, dan weet u dat het komt. Laat u niet overrompelen door teleurstelling. Zeg dan liever: ik ben de volmaakte harmonie van mijn gedachten, gevoelens en handelingen. Zegening. Vanuit zuivere kern ontvangen wij nu en altijd uw kracht, wijsheid en begripsvolle toepassing van uw grote en wonderlijke wetten. Dat wij uw volmaaktheid mogen toepassen in elk leven. Ieder denkvermogen, ieder lichaam, elk gezin en ieder omgeving. Nota. Onlangs werd er in een filmreportage bepaalde chemische activiteit getoond. En er werd uitgelegd hoe men van deze chemische activiteit gebruik kan maken om bloemen een gewenste geur te geven. In plaats van hen in volle grond te kweken, laat men hen groeien in water bedekt met houtwol. Dit toont aan hoe dicht de chemici en wetenschappen staan bij het rechtstreeks voortbrengen van zaken uit het universum. Dit toont ook aan dat de innerlijke activiteit doordringt in het bewuste, wel bepaalde gebruik, met andere woorden, de bewuste geleidestralen bevatten deze activiteit. Ik ben de enige handelende tegenwoordigheid in deze transactie. Ik ben de intelligente activiteit in hun denkvermogen. Ik ben de bescherming van mezelf en mijn eigendom. Ik ben de intelligentie en de tegenwoordigheid die overal handelt. Ik ben de zichtbare rijkdom die ik verlang. Ik ben de tegenwoordigheid die overvloed voortbrengt, waar ik ook maar verkies deze te gebruiken.
Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redenvoering 14. Ik wil jullie weer hartelijk bedanken en ik ben enorm blij dat ik dit allemaal mag vertellen en kan vertellen. En wat een prachtige wijsheid. En het is zo klaar als een klontje. Logisch, ze kan het eigenlijk gewoon niet. En het geeft heel veel inzicht ook hoe we met elkaar omgaan, hoe we onszelf bevrijden, hoe we echte vrijheid kunnen zijn, dat we anderen niet mogen belemmeren in hun vrijheid en in hun doen en denken. Het oordelen wat gestopt moet worden bij onszelf. Zelfbeheersing, consequent zijn, dat we de kapitein weer op ons eigen schip zijn. Nou, het is gewoon fantastisch. Nou, ik hou van jullie allemaal. En dikke knuffels en tot volgende week met de volgende redenvoering. Dus redenvoering 14. Doei!